Hi iedereen, leuk je weer kijken. Ik heb vandaag weer de Glossybox voor jullie, want hij is weer bij mij binnengekomen. En ik heb hem al opengemaakt, maar ik heb nog niet gekeken wat erin zit. Nou, wat er sowieso bovenop lag, was de Glossy Magazine. Ik laat de achterkant zien, heel slim. Dit is de Glossy Magazine die er elke maand in zit. En, nou ja, goed, ik ga goed snel kijken wat het is. Het thema is dit keer In Love. Dus het zijn producten waar je verliefd in één keer op moet worden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, als allereerst zit er natuurlijk weer het kaartje in met de tekst erop. En nou ja, goed, dit is wat erin zit, maar dan ga ik nog niet echt kijken. Ik leg hem alleen even naast me neer om even snel straks te lezen wat het is. Nou, ik zie een Hanna, geef je huid een kans, een skincheck. En dit is dan met een kortingscode erbij. En dan ga ik hem even openmaken. En dan zie ik dat hij echt heel goed gevuld is. Want je ziet dat er best wel grote dingen in zitten. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, het eerste wat me opvalt is deze van Anatomicals. Dit is een body cleanser, dus oftewel een lekkere douchegel. En dit is met Smells Roses. Dus ik denk dat dit echt een lekkere rozengeur is. En deze is €3,99 en is een full size. Dus het is een lekkere douchegel. Dan wat me ook opvalt is deze. Dit is een lip blush, zoals ze noemen, van Jelly Pompom. Ik ken het merk wel. Ik heb alleen nog nooit eerder een product van ze gehad. En ik kan kijken of ik hem open kan krijgen. Nou, ik heb hem eindelijk open. Dit is hem dus. En ik weet niet hoe die natuurlijk is, maar hij is een hele mooie rode kleur. En ik hoop eigenlijk dat hij een beetje hetzelfde is als mijn Revlon Lip Balm Stains. Want die zijn echt geweldig en draag ik bijna elke dag. En als deze net zo goed blijft zitten als die, dan ben ik echt super blij. Als die niet zo goed blijft zitten, dan is het gewoon een fijne lippenbalsem. Maar er staat echt lipsteen. Dus ik zal zo aan het einde van het filmpje even kijken of die een beetje blijft zitten. Het is ook een full size en die kost €14. Dan zit er een Ahava Dead Sea Mud Body Cream in. Voor de Dry and Sensitive Skin Relief. En het is een kleine sample. Of eigenlijk een hele luxe sample, maar hij is klein. Hij is 40 ml. En een full size kost hem als ook €30,95. Dus die is voor de zeer droge huid. Dan zit er een nagellakje van Golden Rose. En Golden Rose is een merk wat ik vooral ken van de flaky nagellakjes. Ik heb nog geen nagellakjes die zo zijn. Dit is een beetje een parelmoer doorzichtig lakje, een glansje met glittertjes erin. En dit is ook een full size en die kost €2,95. Best wel goedkoop lakje dus, maar ik bedoel lekker budget. En dan als laatste zit er, waar ik echt heel erg blij mee ben, is deze André Lon droog shampoo en dan in een mini formaat. En dit is een verrassend volume. Ik gebruik droog shampoos echt regelmatig, ook als ik toch een beetje vettig haar krijg of ik heb gesport en ik wil toch nog even een dagje door met mijn haar, dan gebruik ik ze. En deze is gewoon super makkelijk om in de tas mee te nemen of op vakantie mee te nemen. En deze kost €1,99 en er zit dan 75 ml in, dus ik ben daar onwijs blij mee. Nou, laten we even naar de lippenbalsem kijken. En nou, ik zie wel dat hij vervaagt. Maar ik heb wel het gevoel dat hij echt een beetje in mijn hand blijft zitten. Dus ik ga hem echt even binnenkort op de lippen proberen. En hopen dat hij ook zo goed blijft zitten. Nou, dat is alles wat deze maand in mijn Glossybox zat. Er zitten echt heel veel leuke dingen in. En ik moet zeggen, ik ben echt blij met deze ding wel. Ik vind het sowieso een mooie kleur. Dus ik zal hem sowieso wel gaan dragen. Ik ben heel erg blij met de droog shampoo. En voor de rest, ja, ik vind een full size shower gel vind ik altijd wel handig. En ik vind het echt wel weer een geslaagde box deze maand. En ik ben heel erg benieuwd wat er bij jullie in de box zit. Want ik weet dat die een beetje anders is. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Oh, trouwens, want ik krijg vast vragen over. Ja, inderdaad, ik heb mijn haar gedeeltelijk geverfd hier onder achterin. Daar komt waarschijnlijk nog wel meer over op de site. Maar ik heb dus nu een soort van laag onderin zitten. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Zo. Maar goed, dat is alles wat dus in de Glossybox zat. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.